Het verschil, uh, dat Michel heel erg gegroeid is als sportman, kun je duidelijk zien in het seizoen uh, 2009. Uh, toen de Olympische Spelen voor de deur stond. Vancouver pakt die wedstrijd en, en legt die bijvoorbeeld uh, naast uh, het WK-afstand in 2012 in Heerenveen, toen hij 34-66 reed. Waar hij dan dus twee afstanden echt op topniveau, zowel een mentale hele moeilijke wedstrijd, waar hij gewoon echt laat zien... Uh, dat hij zowel uh, technisch als mentaal gigantisch uh, gegroeid is. En ook de, het KKT van uh, afgelopen jaar. Uh, ja, dat, dat laat wel iets zien, onder gigantische druk. Ook zowel technisch, uh, mentaal en lichamelijk op uh, topniveau te presteren.